was te gek, alles kon. Het optreden van Normaal zagen jullie vorige week. En nu het vervolg. Het sensationele concert met AC/DC, waarvoor Nederland vorig jaar met de hit A Whole Lotta Rosie door de knieën ging. En dat terwijl AC/DC niet bepaald een nieuwe groep is. Een aantal jaren geleden speelden ze al in Nederland in het voorprogramma van Rainbow en Black Sabbath. Maar sinds vorig jaar is het echt raak. Niet in de laatste plaats door de 19-jarige gitarist Angus Young, uitgedost in schooltenu plus schooltas. Niet gehinderd door snoeren en kabels, maakt hij met zijn draadloze gitaar de raarste bokkensprongen. Verder zanger Bon Scott, drummer Phil Rudd, gitarist Malcolm Young, de broer van Angus, en bassist Cliff Williams. Het is 9 uur en de spanning stijgt. De hardste rock'n'roll komt uit Australië. Vanavond voor Veronica's Countdown is hier AC/DC! We're on TV now, so watch your smile, all right? Leave it be.
on her mind. Then she gave me her body. But she gave it to anybody. And I made her cry. And I made her scream. Scream for me. And it felt divine.
We got the one about that big fat woman. Yeah, called A Whole Lot of Roses. Yeah.